Niks gedaan. Ik ben hier voor het eerst vandaag. Ik ben totaal verrast. Ja, en alles naar tevredenheid als je dit zo ziet? Je zoekt altijd een plek waarvan je denkt, hey, raak ik daar enigermate door geïnspireerd? Dat is een heel zware term. Maar als ik hier naar buiten kijk... Ja, dat, zeg je, dat is fantastisch. Dan denk ik meteen, hier gaan nog gouden producties vandaan komen. Nou ja, goed, je weet, ik heb twee dromen. Dat is één, dit bedrijf ooit heel goed achterlaten. Ja. En de tweede is toch in het theater doorgaan. Dat is natuurlijk eigenlijk begonnen als grap. En omdat ik het alleen maar ongelooflijk leuk vond. Maar ja, op een of andere manier gaat dat maar door. En dan ben ik zo verbaasd hoe dat dan thuis gaat. Dat Mien tegen Henk of Henk tegen Mien zegt, hij komt in het theater, kom op, we kopen een kaartje. Ik vind letterlijk, oprecht, ieder kaartje wat gekocht wordt, vind ik een fascinerend fenomeen bijna. Nou, je ziet er goed uit, Ivo. God jongen, je bent toch echt zo'n charmeur geworden. Ja. Ja, je wil altijd mensen aanraken, dat doe ik nooit eigenlijk. Oh, dat vind je? Ja, ja, ja. Omdat het voor de camera ook lastig is, want nu heeft hij een soort schok in beeld gekregen, doordat jij mij een duw geeft. Maar hoezo is dat echt? Ik laat in het theaterprogramma laat ik even een paar foto's zien van leeftijdsgenoten van mij. Mick Jagger onder andere. Mm. Nou, dan zie je dat ik toch bien conservé ben, hè, zoals de Fransen zeggen. Oh, ja. En ik heb nu helemaal geen zorgen meer. Je bent zo vol van jezelf, ja, hè, Ivo? Erwin.